Santé. Santé. Dag Han. Dag Martijn. Ik zie al iets lijn dat ik zeer graag eet. Wat gaan we eten vandaag? We gaan vandaag kota losmaken met een mosterdsausje en tomaatjes uit de oven. Mijn heel eenvoudig garnituur erbij, nog een aardappeltje gebakken met wat kruiden erbij. Welk wijntje ga jij ons daarbij kiezen? Dat is een beetje logisch. Ik ga toch rode wijn kiezen. Ik heb een rode wijn voorzien uit Bordeaux. Het is Château Couffrand. Mm-hmm. Het is eigenlijk een rode wijn uit Haute-Médoc in 2008. De mosterdsaus, dat is ook typerend waarschijnlijk voor de keuze van de wijn. Nu op zich, mosterdsaus, het is een roomsaus. Het is wel belangrijk dat we daar gaan rekening mee houden. Maar de keuze zit hem vooral bij het vlees. Het is rundvlees, het is dik vlees, het is heel sappig vlees. Dus het is vooral belangrijk dat we in eerste instantie een wijn hebben met voldoende fruit. Een wijn die ook sappig is. En hoe gaan we die serveren, Martijn? Normaal gezien is het belangrijk dat we de wijn serveren op een temperatuur die net onder de kamertemperatuur ligt. Vroeger waren de kamers misschien 18 graden, maar vandaag is het toch al gemakkelijk 20, tussen de 20 en de 25 graden in de huiskamer. Dus in die zin is het eigenlijk te warm om wijn te serveren. Dus als je geen wijnkelder hebt of je moet die wijn gewoon op taarrecht bewaren, is het toch belangrijk dat je een half uurtje voordat je de wijn gaat serveren hem nog heel even in de frigo steekt. Dat hij tussen de 16 en de 18 graden is, zodat als je hem openmaakt, dat hij nog iets meer tot temperatuur kan komen, maar dat hij toch iets frisser is dan dat we gewoon zijn. Ik denk dat het hoog tijd is dat we aan ons vlees beginnen. Perfect. Ik ga starten met aanbakken van onze kota los. Dat gaan we doen op een heel hoog vuur. In een beetje olijfolie. Kota los is een heel schoon stukje vlees uit het achterkwartier van de koe. Maar het typische eraan is dat het been er nog aan zit. Wat geeft eigenlijk nog extra smaak aan het vlees als dat er bij de bereiding nog aan blijft. We beginnen met de kruiden. Koe wat peper. Luide cel. Ik ga daar ook een beetje tijm bij voegen. Ik kan daar eigenlijk naar smaak nog andere kruiden bij doen. Provençaalse kruiden, rode marijn. Dus de ene kant is al gekleurd. Nog wat bijkruiden langs de andere kant. En dan ga ik die zelfs insmeren. Langs beide kanten. Met de mosterd. Ja. En de mosterd echt op het vlees? Dat gaat zelfs in de oven. Dat in de oven langzaam gaat, gaat die smaak mooi in dat vlees. We gaan nu een stukje vlees van in de ovenschaal in de oven zetten. Ik heb die daar straks al voor verwarmd op een 160 graden. En dan kan die hier al een 20 minuutjes verder garen. Oké. Dus ondertussen dat ons vlees verder gaart in de oven, ga ik alvast starten met het maken van de saus. Ja. Ik ga starten met de shallotjes daarin wat aan te fruiten. Mm-hmm. Voor de saus ga ik dus de kalfsvong van La Croix toevoegen. Dat is eigenlijk ook een ideale basis voor andere sausen. Hè. Dat is een perfect alternatief voor het vele werk van zelf een fond te bereiden. Nu laat ik dat een beetje inkoken. Ik ga daar onze mosterd bij doen voor de mosterdsaus. Nog wat peper. Maar ik ga daar zelfs ook nog wat room bij doen. Ja. Om die saus wat lichter te maken. Ik zie dat eerst de mosterd toevoegt en dan pas de room. Is dat belangrijk? Wel, zodat anders de room te fel meekookt. En nu met die mosterd kunnen we beter doseren. Hè. Ja. Ik ga dan nog een klein beetje verder doorkoken. Ik denk dat het dan tijd is om onze tomaatjes in de oven bij te schuiven. Ja. Daarvoor ga ik die in een ovenschaal doen. Met de steel en al gaan inbroken? Ik prefereer dat met de steel, omdat dat op bord straks mooier presenteert. Mooier presenteert. Ja. Ik ga die vooraf al een beetje kruiden, peper, fleur de sel en ook nog wat Provençaalse kruiden. Ik vind die kota los, dat mag wel. Een beetje zuiders en een beetje olijfolie.
kunnen we die rustig in de oven bijschuiven. Ik ga ondertussen wel al even checken. Nog een tiental minuutjes denk ik en dan zijn we klaar. Ik ga die gewoon aan de kant schuiven en dan starten met onze aardappeltjes. Okay. Ik heb al wat krielaardappeltjes voorgekookt daar straks. Ik ga die wat snijden. Dat presenteren we wat mooier straks. Ik ga die kruiden met peper. Goed wat fleur de sel. Ik denk dat het hoog tijd is om een glaasje te schenken. Ik ga de wijn openmaken. Het is hier regelmatig dat de mensen eigenlijk die fles hier van boven gaan openmaken. Mm-hmm. Op zich is er daar niets verkeerd mee. Je kan dat perfect ook daar gaan opensnijden. Je hebt natuurlijk wel de kans, een keer dat je de kurk eruit gehaald hebt, dat er stukjes metaal in de fles zouden vallen. Dus daarom verkies ik eigenlijk om dat te gaan openmaken hier net onder de rand. En dan kan je dat perfect eigenlijk in twee keer openmaken. En dan daarna een keer dat je rond geweest bent, maak je een heel kleine insnijden hier. En dan kan je eigenlijk mooi dat metaal in één keer afkrijgen. Dan ga je eigenlijk de spiraal van de kurkentrekker heel mooi in het midden van de kurk gaan duwen. Maar eerst een keer goed vaststeken, zodat de kurkentrekker vast zit. En dan gaan opendraaien. Proberen om hem niet volledig erin te draaien. Omdat je op die manier de kans hebt eigenlijk om door de kurk te gaan, zodat je een klein beetje kurk hebt. Meestal als je hem er voor 4/5 in draait, heb je al voldoende om die kurk er volledig uit te krijgen. Ja. Voilà. In wat voor een glas serveren we dat dan? Is dat altijd een groot voor een rode wijn? Het is wel leuk om met een groot glas wijn te drinken, maar het beste is toch niet te groot. Eigenlijk voor witte wijn en rode wijn hoef je niet per se een groot of een klein glas te voorzien. Het is voor alle twee interessant. Maar het is vooral eigenlijk belangrijk naar het type van de wijn, hoe groot dat de opening is. Like bijvoorbeeld een witte Bourgogne heb je graag een beetje een groter glas, omdat je daar meer aroma moet krijgen. En een fijne rode Bordeaux hoef je niet per se een grote opening te hebben, maar heb je liever een iets fijner glas. Like dit glas is geen super groot glas, maar voor wijn te schenken is dat wel gemakkelijk. Mooie kleur. Ik ben benieuwd. Alsjeblieft dan. Ik denk dat het ideaal is bij de Cortalus. Prima. Tomaatjes zien er ook oké uit. We gaan eens zien. Ik ga dat eventjes aan de kant laten en de rest van mijn bord dresseren. Ik ben benieuwd. Ons vlees komt daarbij. En dan een mooi trosje van de tomaatjes. En de saus om af te werken. Ziezo Martijn, wat denk je ervan? Ik heb er al vast in, alsjeblieft. Laat ons daarop klinken. Gezondheid. Gezondheid.